Muziek, dans, sport en meer vullen dit jaar op 5 juli het terrein rondom Kardinge. De 6e editie van New Attraction, een festival voor de urban muziekliefhebber, vindt dan plaats. De organisatie heeft de tegenslagen van vorig jaar ver achter zich gelaten. Alles gaat veel beter dan vorig jaar. Het wordt mooi weer om te beginnen. En als het geen mooi weer wordt, dan hebben we daar ook voorzieningen voor getroffen. Er zullen meer tenten zijn op het terrein. Dus ook urban people kunnen gewoon met een mooie schoenen aankomen. En je blijft er gewoon hartstikke te gek uitzien. Dus dat gaat zeker anders. En voor de organisatie is het ook wel anders. We hebben veel eerder ons budget rond. We zijn eerder begonnen met programmeren. Dus we krijgen ook de line-up die we graag willen. Het wordt gewoon een waanzinnig feest. Dus de financiële problemen die er vorig jaar waren, zeg maar, die zijn er nu niet meer? Nee, we hebben, dit is onze 6e editie. We hebben 5 jaar lang vaak tot vlak voor het festival gedoe gehad rondom het budget en rondom de subsidies. En dit jaar is het eerste jaar waarin ik me daar helemaal niet druk over maak, vanaf februari al niet. En dat is zo lekker, dat wil je niet weten. Voor het eerst dit jaar heeft New Attraction een samenwerking tot stand gebracht met het Noorderpoort College en de popopleiding van de Hanze Hogeschool. Dat zijn 30 jongeren die samen met elkaar producties maken, dus nummers. En die gaan ze laten horen op een scholentour. En dat is door de hele provincie van 2 tot 13 juni. En de jongeren krijgen daar dus de kans om zichzelf te professionaliseren en op te treden. Dus optreedmogelijkheden en te zien hoe een festival in zijn werk gaat. De voorbereidingen zijn in volle gang en de programmering is zelfs al rond. Vele landelijke acts, zoals Jawad, Appa, Sjaak, jeugdvertegenwoordig, Opposites. En zo zijn meer dan 50 acts, dus kom gewoon kijken en dan zie je het wel. Er zijn sportactiviteiten zoals basketbal, skaten en panna. En er zijn ook danswedstrijden. Teams kunnen zich nog aanmelden via de website www.nieuwattraction.com. En er is ook een D-battle gehost door Lange Frans. En daar kunnen rappers zich ook voor aanmelden. Wat is een D-battle? Lange Frans heeft een show dat gaat over kamervragen. Het is meer gewoon het idee van freestylen over actuele punten. Maar ook over politiek en ook gewoon over alles eigenlijk. Alle medewerkers van New Attraction zijn dol enthousiast. En ze hopen dat de opkomst van dit jaar het aantal van vorig jaar zal overtreffen. We staan 1 juni streetball hebben we dan in Groningen. Daar staan we van New Attraction staan we natuurlijk ook weer. En verder zijn ook nog activiteiten waar wij ook als New Attraction nog zullen staan, zullen flyeren. Er zijn binnenkort nog overal urban activiteiten, optredens. Er zijn nog previews in verschillende plaatsen. En daar zullen wij natuurlijk ook volop aanwezig zijn. Heb je er zin in? Ik heb er heel veel zin in, ja. Dankjewel.